Ja, we wilden net de plaats laten zien hier. Het is een grote camperplaats, officieel, met water, alles. Maar er komt net de gemeente of politie komt er langs. En de plek wordt geruimd, wordt opgeruimd. Iedereen moet vertrekken voor 2 weken uit veiligheidsredenen. Bibliotheek, alles is gesloten, dus wij vertrekken nu ook. Ja mensen, jullie hebben het gehoord, hoi. Er kwam net een Spaanse meneer van de gemeente, die zei het gaat allemaal dicht hier. En ja, we kijken nu of we nog even water kunnen krijgen en kunnen legen. Ja, moeten we even zien. 200 liter. Ja, water vullen en legen is nog wel gelukt. Dat was wel gelukkig zo. We konden gewoon op een gemak, zeg maar, vertrekken. En ja, wat wel zo is, het is echt een beetje vervelend. Ja, we hopen dat dat nou niet bij elke gemeente zo gaat worden. Hè? Want anders krijgen natuurlijk alle camperaars een beetje een probleem als er geen camperplaatsen meer zijn. We hebben nu ook al gehoord dat sommige campings niet eens meer mensen toelaten. Ja, geen idee wat dat gaat worden. Het is een beetje spannend, maar ja, we gaan het wel meemaken. We zitten in de camper. Ja, we zijn weer terug. En we werden dus weggestuurd. We konden wel nog even water vullen. Mm. En toen werd dat hek gesloten en je komt er niet meer op dat pleintje. Toen zijn we wezen boodschappen doen. Moest ook gebeuren. En inderdaad, ook hier water was bijna op. Die 8 liter flessen zijn gewoon op. Wat was nog meer wc-papier was op en de pasta, daar hadden ze ook niet meer zo heel veel. Dus ja, alles wat je zo'n beetje hoort, wat waarschijnlijk ook in Nederland zo is. Mensen gaan gewoon echt hamsteren. Een beetje hamsteren, ja. Ja, nu zitten we hier in de camper net een beetje chips wezen eten. Even snel en makkelijk. Linzerchips, die zijn super... kikkererwten, die zijn super lekker. Dat zijn geen kikkererwten. Nee? Toch linzen? Oh ja, linzen. Linzen. Linzen? Linzen. Linzen. Linzenchippies. Oh, heerlijk. Herinner een beetje aan cassave of aan kroephoek. Dat kennen jullie natuurlijk. Precies. Ja, nu zitten we een beetje te denken, wat gaan we doen? We zijn net in Ronda gearriveerd. Dat lijkt een mooie stad te zijn. We zijn er nog helemaal niet geweest. Maar die plek hier is niet echt mooi. En ja, ik weet niet of de andere camperplaatsen ook gesloten worden. Dus daar zitten we nu een beetje te raadselen. Wat gaan we doen? Ja, even een beetje vergaderen wat we nu gaan doen, hoe het verder gaat. Ja, jullie zullen het zien. Dus, we gaan nu wel Ronda in. We gaan de stad bekijken en ja, kom maar mee. Ja, ze hebben hier dus ook Arabische baden en een Arabische brug en nog iets Arabisch, maar dat weet ik even de vertaling niet. Je moet wel een beetje opletten, die steentjes hier zijn zo glad, zelfs met gewone schoenen slip je soms.
Ja, typische beeld van Ronda, die brug met dat zandgesteente, wat klif. De brug heet de Nieuwe Brug en volgens mij is de Arabische en Romeinse brug nog ouder, vandaar de Nieuwe, maar eigenlijk is ze ook oud. Dat was dus de Puente Nuevo, de Nieuwe Brug. In 1793 werd die gebouwd. En nieuw omdat dit is dus de oude, de echte oude, de Arabische brug en de Romeinse brug. Die zijn wat ouder. En die ruïne hier, dat is van leerproductie. Daar hebben ze leer bewerkt. Dat is niet meer, dat doen ze nu niet meer, zo te zien. Maar je ziet nog wel heel veel leerproducten hier. Zo glad is het hier. Ronda is een mooie stad. Het was maar een kleine rondgang vandaag. Het is nu echt in de middagzon, dus een beetje warm. En ja, wel mooie, mooie gebouwen. Die brug, 100 meter hoog, die nieuwe brug. Ziet er wel mooi uit hoor. Maar we gaan nu verder. Want die plek waar we nu met de camper staan, ja, dat voelt niet goed. Het is heel dicht bij het centrum, maar toch... We gaan toch een ander plekje zoeken. Oh, eet smakelijk. Dank je. Ja. Wat een dag zeg. En dat jullie weten wanneer dat is. Het is vandaag vrijdag de 13e. En we werden dus vandaag voor het eerst in onze bijna tweejarige reis door Europa... durende reis door Europa weggestuurd. Vrijdag de 13e en we moesten vertrekken van onze plek. Maar ja, dat betekent, het kan maar beter worden, hè? Ja, Ronda is wel... Oh, sorry mensen, ik ben echt een beetje kapot. gewoon, het is toch echt al warm. We hebben volgens mij ook zo'n mini hittegolf hier in Spanje op dit moment. Het gaat nu een beetje ten einde. Maar je merkt het toch, hè? De zon is super intens. We waren nu... Vandaag geloof ik 21 graden of zo. Het voelde ietsjes warmer in de zon. Ja, Ronda was, vond ik ook een leuk stadje. Niet zo groot als dat ik had verwacht. En het is natuurlijk mooi die brug, hè. Maar ik moet zeggen, als je net uit de Sierra de Grazalema komt, dan is dat wel mooi. Maar het is niet meer zo super indrukwekkend. Zo, nu even naar een overnachtingsplaats zoeken. Ja, ik heb net Park van Night geopend en ben aan het kijken. Een klein stukje terug bij Sahara, net onder Algodonales. Is een mooie stuwmeer. En ja, misschien daar. En ja, ik weet het ook niet. Ja, ik hoop het, of ik verwacht dat de politie wat makkelijker is nu met vrijstaan. Want ja, je kunt geen officiële plek aan. Die zijn gesloten, dus je kunt maar vrijstaan ergens. Dus wij kijken nu of we daar ergens kunnen staan. Meertje, ja, dat zou toch wel wat zijn. Ja mensen, we rijden net aan Sevilla voorbij. We zijn onderweg naar onze hideout plaats, zeg maar. en ja, we waren al eerder hier op deze snelweg. En ja, nu rijdt er net een vrachtwagen, maar dat is ook een beetje zo het enige. Het is zo rustig op straat. Het is echt net een beetje een geestautobaan op dit moment. Of een geestsnelweg. Want er is bijna niemand onderweg. Ja, wel raar. Ja, we zijn net langs Sevilla gereden. Dat was, is al, of had je dat net gezegd? Alles druk normaal en nu dus niks. Ja. En er wordt natuurlijk aangeraden, blijf thuis. Reis niet ver. Dus wij gaan nu weg van de steden. Onze camperplaatsen, of veel camperplaatsen in Spanje zijn gesloten. Dus wij moesten vertrekken. En we gaan nu een plek in de natuur opzoeken. Dat we weg van de steden zijn. En wachten gewoon in de natuur ergens af hoe het nu verder gaat. Ja. Hey.
eventjes een update van ons. Wij hebben al veel vragen gekregen, berichtjes van jullie die vroegen hoe gaat het, hoe is het daar. Het is zondag, weer tijd voor een video, dus we zijn er. Ja, bedankt voor jullie belangstelling. Ja, leuk om te zien dat anderen aan je denken. Ja, precies. Het gaat ons heel goed. Ja, we zitten hier in Andalusië nog steeds. Het is vandaag best warm. De komende dagen blijft het goed en dan kiept het een beetje, wordt het wat minder mooi. Een beetje regenachtig. Maar ja, we kunnen niet klagen over het weer. We staan hier in de natuur ergens en ja, de noodtoestand is uitgeroepen in Spanje. En dat houdt in dat je niet onderweg mag zijn of naar buiten mag gaan, behalve voor noodzakelijke dingen. Dus geen plezierdingen, maar werk, boodschappen doen, et cetera. Tanken. Apotheek en zo, dus ja. Werk, dat mag. En wij zaten ons af te vragen, moeten we nou heel snel terug naar Nederland? De APK is toch, moet toch weer gekeurd gedaan worden. En toen zeiden we wachten het hier af, net als de Spaanse bevolking, zeg maar. Hmm. We blijven even in Spanje, we houden ons terug. We zitten nu in de natuur ergens waar geen andere mensen zijn. We hebben boodschappen gedaan, hebben alles in de auto en wachten het af. Mm-hmm. En ja, want als nu iedereen gaat rijden, ja, straks zit je misschien ergens in Noord-Spanje vast. Of in Frankrijk, of in België, of wie weet wat er nog komt. Dat is allemaal niet bekend. Nee. Dus wij zeiden, we zitten hier nu goed en we wachten het hier af in Zuid-Spanje. Precies, ja, dat is ook zo. We hebben dus... We staan vaker in de natuur alleen voor een tijdje. We kunnen dat ook echt aan. En we hebben ons voorbereid zo. We hebben echt voorraden. Water is vol. We hebben alles hier. Dus ja, we gaan gewoon voorlopig die 2 weken. Zolang gaat dat, zeg maar, die noodtoestand voorlopig. Gaan we nu even hier uitzitten. Even wachten hoe zich alles gaat ontwikkelen. We houden het natuurlijk in de gaten. En ja, dan gaan we opnieuw weer daarna kijken wat we dan verder doen. We hopen natuurlijk dat het gewoon snel beter wordt. Dat de situatie zich verbetert en dat het gewoon weer normaal wordt. Maar ja, op dit moment was het voor ons gewoon zo'n beetje... Wij wachten gewoon af. En ja, het gaat verder goed met ons. En, precies. Ja. Wat trouwens nog is, mocht je nou nog twijfelen of je op vakantie wilt naar Spanje of naar het zuiden of wat dan ook. Ja, wij zouden zeggen, blijf gewoon thuis. Blijf echt thuis, want het is gewoon zo onvoorspelbaar hoe zich alles op dit moment gaat ontwikkelen. Het is natuurlijk ook zo, mocht je nog binnenkomen naar Spanje, dan kun je eigenlijk niks doen. Want die regels, dat geldt ook voor toeristen, voor reizigers. Dus je kunt niet eens groot wandelen of de cultuur genieten of iets bekijken of zo. Het is allemaal dicht. En er zit ook straf op, zeg maar. Hebben we gelezen, zeg maar, dat je niet gewoon zo voor de lol naar buiten mag. Dus eigenlijk is het onzin om nu nog op reis te gaan. Blijf gewoon thuis. Moet het gewoon met z'n allen even afwachten hoe het zich ontwikkelt. Hè? Ja. En trouwens, heel veel camperplaatsen en campings zijn ook gesloten. Ja. Wij werden weggestuurd bij plaatsen en andere plaatsen zijn ook gesloten waar we naartoe wilden om water te vullen of zo. Dus ja. Je kunt ook niks doen. Nee, er zijn sommige campings die nemen mensen op, maar dan mag je dus niet meer naar buiten. Nee. Maar ja, gewoon afwachten. Dat vragen ze van je, dus dat gaan we nu even doen. Precies, precies. Ja, het is ook zo, je merkt het meteen. Hè? We waren gisteren aan het rijden hier naartoe. Een stukje over de snelweg en het is gewoon echt heel rustig. Er zit bijna niemand op de weg en ze hebben zelfs van die bordjes waar dan in Spaans op staat. Vermijd reizen en blijf thuis. Dat is gewoon echt de motto die ze hier... ver doorgeven wat ze hier willen. En dat doen wij gewoon ook. Maar dan in ons huisje op 4 wielen, zeg maar. Precies. Ja. En het is super rustig. Het heel is net rustig, alsof WK of zo is. Voetbalwedstrijd. Iedereen zit thuis. Dus je merkt ook gewoon heel af en toe een auto. Een boer die ergens naartoe gaat of zo. Ja. En voor de rest gewoon rustig. Je hoort die bijen. Je hoort schaapjes in de achtergrond. Vogels. Ja. Hagedissen lopen hier. Precies. Dus eigenlijk is het moment hier gewoon echt leuk waar wij staan. Ja, het is echt super mooi. Ja. En we zijn echt blij dat we deze plek hebben gevonden.
Hier is niks en niemand behalve wij en in de verte wat buurhuizen, zeg maar. Maar die zijn gewoon echt ver weg. Maar je weet, er is toch nog iemand. Hmm. Dus we zijn wel ver weg van alles, maar niet helemaal weg van alles. Dus dat is op zich een goede plek. En ja, dat is een beetje onze strategie wat we nu gaan doen voor de komende 2 weken. Gewoon ons terugtrekken, thuis blijven. Grote mensenmassa's mijden. Precies. En ja, en dan zien we verder hoe het zich allemaal ontwikkelt. Ja, en dat was het. Het Precies. gaat goed met ons. Ja, en we proberen het zo te houden. We gaan het sowieso zo houden. We gaan veel ontspannen. En we hopen dat, dat het met jullie allemaal goed gaat. Ook dat jullie gezond blijven. En ja, laat je niet te veel bang maken, zou ik zeggen. Je moet natuurlijk verstandig zijn. En het is slim misschien om zich even terug te trekken. Maar ga niet paniekerig thuis zitten. Nee. Het is niet zo dat hier de wereld vergaat. Tenminste, die indruk hebben wij hier niet. Nee. Maar ja, gewoon voorzichtig zijn. En ja, blijf gezond, Precies. mensen. Ja, en heel erg bedankt voor het kijken weer. Ja, graag tot de volgende keer. Tot de volgende. Doei. Doei.